Buiten het pand van Malust in Veenhuizen staan inmiddels 3 tanks. Binnen is geen plek meer. Sinds de start van de brouwerij 5 jaar geleden is de verkoop van de Drentse speciaalbieren enorm gestegen. Waar gaat dit heen? Dit gaat naar de stad Groningen. Ja, 3000 hectoliter, doet er 2 nullen achter. Dan heb je 300.000 liter. 0,3 liter in de flesjes, dus 900.000 flesjes. Het begon allemaal als project van 25 liefhebbers van bier met wat geld op de bank. Ze wilden speciale bieren maken, maar wel op een professionele manier. En dat is gelukt. We hebben hier een man of 12 op dit moment ook rondlopen. Dus ja, dan is het al ver uitgestegen boven het hobbygebeuren. Vakantiepark Hof van Saks is een van de grote klanten van Malust. Het zijn Duitsers, Nederlanders, Belgen die hier komen. Wie zijn het meeste gek op dit bier? De Belgen, denk ik, ja. De Nederlanders zijn daar ook steeds meer mee bezig. Ja, natuurlijk, maar ik denk toch echt wel dat de Belgische gasten die wij hebben, maar ook Duitsers. Ja, Duitsers is ook natuurlijk een echt een bierland. En ja, ik denk dat ze daar allebei, eigenlijk alle gasten wel in meegaan. Ja. In Nederland zijn naar schatting zo'n 400 brouwerijen van speciaal bier. Daarvan zijn er 155 geregistreerd bij het Klein Biercollectief. Als je kijkt in Drenthe, dan zijn er 6 brouwerijen, waarvan 3 geregistreerd. Malust behoort bij de top 10 van Nederland. Je moet het even goed kunnen zien, ik ga even zijn. Nou, dit is hem dan. Dit is jubileumbier. Dit is ons jubileumbier. En wat smaakt die naar? Ja, dat mogen we eigenlijk nog niet zeggen. Wij profileren ons precies zoals we ons 5 jaar geleden geprofileerd hebben. Dat veranderen wij niet. Wij maken hele goede, basale bieren. Wij laten ons niet verleiden om mee te gaan in de hypes van bier met cheesecake of zo. Dat kwamen we binnenkort kort geleden tegen. Dan denk je van ja, dat heeft helemaal geen gevoel meer bij een basis biersoort zoals wij dat zien. Malust maakt inmiddels winst. Dit weekend vieren ze hun jubileum met een groot feest in Veenhuizen.